Hoi, ik ben Mariet van het Practoraat Media Wijsheid. In deze video ga ik je laten zien hoe je gebruik kan maken van de Breakout Rooms functie in Teams. Om dat te kunnen doen, zal je eerst een afspraak moeten inplannen of een les moeten inplannen in Microsoft Teams. Wanneer je dat hebt gedaan, kan je naar die afspraak toe gaan en dan zie je vervolgens de mogelijkheid om Breakout Rooms aan te maken. Ik heb alvast een vergadering gepland. Die ga ik nu open en dan laat ik je zien hoe je Breakout Rooms kan opstarten. Hey, goedemorgen Max. Hallo. Hallo. Nou, in deze video gaan we dus zien hoe Breakout Rooms werkt. De nieuwe functionaliteit zit bovenin in de bal. Naast het icoontje om je hand te kunnen opsteken, zie je nu aparte vergaderruimte. Wanneer je daar klikt, heb je vervolgens verschillende opties. Zo kan je automatisch de mensen in de vergadering naar een nieuwe vergaderruimte laten gaan. Maar je kan er ook voor kiezen om de deelnemers afzonderlijk toe te voegen aan een aparte vergaderruimte. Nou, hebben jullie natuurlijk gezien dat ik nu maar in een vergadering zit met één collega. Dus ik heb niet heel veel te verdelen. Maar zo zien jullie in ieder geval wel hoe dat het werkt. Wanneer ik nu klik op vergaderruimte maken, doet Microsoft Teams vanzelf de suggestie. Krijg je aan de rechterkant, krijg je het menu te zien. En dan zie je dus de collega's staan en dan in room 1. En als ik nu doe start vergadering, dan gaat vervolgens deze vergadering uiteen en zien we dus de verschillende vergaderruimtes. Juist, dus nu is mijn ene deelnemer in een andere vergaderruimte. Goed, en als je hier dan bent, dan zie je dus dat je hierboven ook gewoon heel makkelijk kan terugkeren naar de hoofdvergadering of de main meeting. We kunnen ook wachten tot we teruggeroepen worden door Marit. Ik neem aan dat ze dat zo gaat doen dan. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat je als docent iedereen weer terug wil hebben in de gezamenlijke online ruimte. Dat is natuurlijk wel zo handig wanneer dat met één druk op de knop kan. Dat heeft Teams gelukkig ook ingebouwd, want als ik nu klik op sluit vergadering, dan is iedereen vervolgens weer in de gezamenlijke ruimte waarin we zijn opgestart. Dus daar ga ik nu op klikken en dan zien we collega Max weer. Ja, dan gaan we weer terug nu. Komt ook bovenin wat ik aangegeven, dus net heb je 10 seconden om nog even de laatste dingen te zeggen. Hey Max, ja, daar ben je weer. Zijn we weer. Nou, tot zover deze functionaliteit van Microsoft Teams. Heel veel succes met het toepassen. Die overigens alleen werkt in vergaderingen en niet bij gewoon meet now. Dus je moet wel echt, het werkt niet als je gewoon iemand belt. Nee,